kwartaalverlies van Mulder. En Emmen met ruimte. Kade en Sona aan de linkerkant vrij. En Sona. Verheij voor zich. Zoekt naar het rechterbeen om uit te halen. En wat een schitterende goal is dat. Van Kilian Sona. Zijn vierde doelpunt in 5 wedstrijden. En Sona. Aangespeeld door Kade. Verheij schermt de ruimte af. Maar dit is geweldige schoten van Sona. Wat een fout. En de gelijkmaker. Nee. Hoe is dit mogelijk? Van Schuppen. Dat komt Emmen hier goed weg. Dit is Robin Peter. Hoekschop. En die gaat er bijna in via Mulder. En dan nog steeds niet. Via Sadigu. Er is dan buitenspel geconstateerd. Maar niet voor de eventuele goal van Mulder. Want die zou wel geteld hebben hier. Hamouti. Vroeg doek gezet door Slegers. Dit is een kans voor Van Schuppen. En dat is zowaar dreiging. Een serieuze dreiging vanuit Eindhoven. 58e minuut. Dit is de zorg van Emmen. En dan de overname van Eindhoven. Simons reglementair van de bal gelopen. Door Martin. Die een Sona vindt. Quispel voor het doel. En Sona. En Sona. Weer met de individuele actie. En met de 2-0. Kilian en Sona. 59e minuut. Twee prachtige acties. Die zijn wel bepalend in deze wedstrijd. En het is 2-0 voor Emmen. Slegers verliest in de jeugd van Hamouti. Beiden speelden in de jeugd van Feyenoord. Er zit wat leeftijdsverschil tussen. Ze zullen niet in dezelfde teams hebben gespeeld. Terwijl er hier even wat gedoe is tussen Hamouti en Douglas. Rangelo Yanga geblesseerd geraakt tijdens de training van Curaçao. Schouten. Veel ruimte, ook weer voor Hawkins. Dit is goed gedaan en dit is een goede redding van Brondeel. Maar dan is het alsnog 3-0. En het is weer die Fransman. Hij mag de bal mee naar huis nemen. En Sona. Ja, en Sona. Brengt zijn seizoenstotaal op 6. Slippertje, bal ingeleverd bij Rottier. Persijn. Bouchetabi. Rottier en de prima redding van Unbehouwen. En Sona heeft de bal al in zijn handen en die mag mee naar huis.